Daria van den Berken, we gaan met jou praten. En omdat jij een pianiste bent, willen we je eigenlijk vragen om vast achter de piano te gaan zitten. Ja. Dan gaan we daar vandaan met jou het gesprek aan over die belangrijke componist Georg Friedrich Händel, waar jij eigenlijk een soort missie van hebt gemaakt vanuit de passie voor die muziek. Klopt. Waar is dat ontstaan? Welk idee zat daarachter? Nou, het is een schandalig onderbelichte componist, in ieder geval bij de klaviermuziek. En ik kende hem eigenlijk ook niet zo goed. Totdat ik 2 jaar geleden een keer thuis zat en op een of andere manier een brochure zag waar Händel op stond. En ik dacht, dan moet ik even verder kijken. Ik dus een of andere obscure Russische uitgaven downloaden en printen en op mijn standaard neerzetten. Ik was heel specifiek op zoek naar een fuga. Dus een bepaald deel uit een langer stuk. Dat was in dit geval het 4e deel uit de suite in F groot. En ik dat deel erbij pakken. En ik speelde het. Zal ik het anders even... Ja, laat een paar maten horen. Ja. Nee, dat ging zo. Ga dan zo door. En ik was nog niet helemaal weg, maar ik werd zo gegrepen door het eigenlijk ongecompliceerde en zonder dubbele bodem zijn van deze muziek. Het was heel puur, stemmen die zo heel prachtig in elkaar overliepen. Deze fuga was gewoon gezond, die stond goed. En het is eigenlijk het einde van een stuk, dus ik dacht, nou, terug naar het begin. En wat er toen gebeurde is eigenlijk waar de vonk oversloeg. Want wat ik toen doorspeelde was het volgende. Moeilijk om te stoppen. Ik weet het niet. Wij vinden het ook jammer dat je moet stoppen. Maar wij zijn maar oppervlakkige kenners natuurlijk van de klassieke muziek. Maar je hoort toch wel een beetje Bach en je hoort een beetje Scarlatti. Of is dat onvriendelijk gezegd? Ja, precies dezelfde tijd. Die drie componisten zijn binnen 3 maanden in hetzelfde jaar geboren, in 1685. Ja. Dus daar zitten zeker overeenkomsten. Maar wat hier gebeurde, en ik bedoel, ik had het nog nooit eerder gehoord. En ook niet op een cd of live. Het wordt niet uitgevoerd. Er zijn cd-opnames van, maar niet zoveel. Dus op een of andere manier was het langs me heen gegaan. En als je dan voor het eerst zo doorspeelt en echt je eigen... Je hebt geen referentiekader ook. Je hebt het niet ergens in je oor al zitten. Dus het is je eigen innerlijke oor die het voor het eerst meekrijgt. Hoe ontstaat dat dan, dat kennelijk gedurende zoveel jaren lang allerlei pianisten dat laten liggen? Zodat het een, zeg maar, een beetje een verdwenen werk wordt? Ja, nou, er is natuurlijk het belangrijke feit dat dit voor de clavecimbal is geschreven. Dit is niet muziek voor de moderne piano zoals die nu is, maar voor het instrument wat toen vooral werd gebruikt. Maar ja, dat is ook de muziek van Bach en van Scarlatti. En die kennen we wel op de... Oh, ik zie een prachtige clavecimbal achterop. Maar dat is muziek die wel heel normaal is al inmiddels op de piano. En ik begrijp het dus ook niet. Dus dacht jij van, ik ga het ze allemaal laten horen. Ja, ik was echt verontwaardigd. En ik was zo... Ik had zo'n persoonlijke klik met die muziek, zeg maar. Ook die lichtheid of die sereniteit van dit deel wat ik hoorde... wat zo'n contrast was met dat vorige uitermate vrolijke deel. En eigenlijk 1 seconde later speelde ik weer iets heel anders. Wat ook heel ongecompliceerd is. En dan weer 1 minuut later speel je iets wat net waar Händel de operacomponist eigenlijk in voorkomt. En dat is veel serieuzer. Iets waar iets veel majestueuzer eigenlijk. Oké, we gaan straks aan het eind van het programma een langer stukje spelen. Ja. Maar nu gaan we even terug naar jouw missie. Ja. Die je op onnavolgbare wijze hebt uitgespookt. Namelijk, ik weet niet in gesprek met wie, maar je bent tot alles bereid. En laat even kijken naar wat we zien. En dan mag jij verklaren waarom je dat doet. On the 3rd floor. Ik woon daar op de hoek. Ik woon hier namelijk om de hoek. Ik ga precies om 1 uur beginnen. Vind je het leuk? Ja. Ja.
Dit laatste is in Brazilië, hè? Dus. Dit was in Brazilië in mei, ja. En dat vorige was in jouw eigen huiskamer? Ja, heel anders. En dat is gewoon uit puur enthousiasme dat je mensen naar binnen sleurt en zegt... kom luisteren, want ik heb iets heel moois? Ja, ik had voor mezelf geformuleerd toen ik die muziek dus leerde kennen van een paar dingen. Ik wil deze muziek in als een eigenheid spelen, dus geen concessies aan de inhoud. Maar ik wil wel zoveel mogelijk mensen bereiken. En ik ben toen met heel veel mensen ook in gesprek gegaan. Bij mij gingen zo de remmen los. Je zit in een klassiek muziekbestel en je leeft gewoon van concert naar concert. Maar hier dacht ik, nou, nu kan ik alles proberen. En ik heb mensen zoals Mark van der Heijden, Erwin van Buren, mijn zus, daar ging ik helemaal mee in gesprek. Mm-hmm. En samen kwamen we tot deze ideeën. En ik dacht, film, hartstikke goed. Daar kan ik op internet een heleboel mensen mee bereiken. En ik was ondertussen op weg naar een cd-opname. Want een hele praktische gedachte was, ik wil het op cd hebben. En zo gingen die twee dingen parallel. In voorbereiding op die cd wilde ik het in al zijn facetten leren kennen. En ook waar je het speelt. Want dit is heel persoonlijke muziek die eigenlijk voor binnenskamers is. Dus in de huiskamer. Maar ondertussen heb je ook Hendel de Theaterman. En die groots uitpakt. Dus dat in Sao Paulo, dat kwam op mijn weg. Dat had ik niet zelf bedacht. Hoeveel mensen waren daar in Sao Paulo? 10.000 mensen op het moment zelf. Maar er waren ook 170 miljoen mensen die het op tv zagen. Oh ja. Denk je dat je ook... hoeveel? 170 miljoen? Ja, dat is... Moeten wij een hele week voor weg. Kijk, cijfers in Brazilië. Maar dan hang je dus gewoon aan staven, hang je dan boven die mensen? Ja, het was een constructie. Met alle risico's van dien. Ja, precies. Het was een constructie. Ik kon ook eigenlijk tussen mijn benen door de grond zien, in principe. Want er was ook geen plateau. Maar er waren stalen aan de piano en aan de stoel. En ik had een bungee jump cord. Dus als ik zou vallen... Maar ik ging ervan uit dat ik niet zou vallen. Want er zouden 170 miljoen mensen kijken. Ik denk niet dat ze dat... Nou, dan hadden ze het ook wel onthouden, hoor. Als ze vallen aan een bungee jump cord. Ja, misschien de ultieme Hendel... merk je dat je nieuwe mensen bereikt? Mensen die normaliter misschien niet zo snel naar klassieke muziek... of soms heet het zelfs ernstige muziek luisteren... omdat ze denken, nou, dat hoef ik allemaal niet. Ja, zeker. Op dat moment... ik moet zeggen, toen ik de film terugzag van Sao Paulo... en je ziet de reacties... ik had daarna heel veel mensen die naar me toe kwamen. En nou ja, ik spreek geen Portugees, maar we waren wel in gesprek... en ik merkte het enthousiasme en... Daar merkte ik het. En ik krijg ook via Facebook of per mail heel veel mailtjes van mensen die ik ook heb benaderd voor bij het hele crowdfund geheel, wat er ook ondertussen gebeurt. Ja, crowdfund betekent dat je geld hebt verzameld bij liefhebbers van jou en jouw muziek om die cd tot stand te krijgen. Ja. En dat is gelukt. Dat is gelukt, ja. En dan? Ja, nee, dat was nog een hele tour de force. Maar ondertussen krijg je wel heet het contact met nieuwe mensen... die dus inderdaad door dat filmpje... Dat eerste wat je zag waar ik door de stad reed... dat is een vleugel van de parade... speelde ik vorig jaar zomer op de enige mooie zomerdag... speelde ik door de stad. En dat filmpje was eigenlijk de perfecte manier om het project neer te zetten... en eigenlijk mensen te vragen van, nou, willen jullie me helpen? En ik vond het doodeng eigenlijk om te doen. Maar... Ja, eigenlijk werd het een heel goed communicatiemiddel of zo. Want ik had er ook wel iets te vertellen. Ik voelde echt een soort zendeling. Deze muziek moet bekender. Dus. TEDx ga je ook doen, hè? TEDx ga ik ook doen. Wanneer is dat? 30 november in Stad Schouwburg. Okay. En wat doe je daar? Ja, daar ga ik een verhaal vertellen wat natuurlijk met Hendel te maken heeft. Want ook daar zit een heel publiek die ik eigenlijk wilde bereiken. En die ik misschien anders niet had bereikt. Maar ik ben nu heel erg nog aan het nadenken over de vorm. We zijn weer wat nieuws aan het bedenken met mijn groepje waar ik over nadenk. Mee brainstorm. Maar ondertussen wil ik ook gewoon mijn verhaal vertellen. En ook dat het echt te maken heeft met... loslaten van heel veel conventies in de wereld waar ik zat. Als klassiek muzikus even niet meer aan denken... en eigenlijk verbeelding meer laten spreken. En dat gebeurde. Daar gaan we vanavond nog wat van horen, straks. Ja. Want straks ga je voor ons spelen. Nu kun je gerustig weer bij die twee mannen van een zekere leeftijd komen zitten. En dan, ook de doelgroep, toch? Ja, ook de doelgroep, zeker. We gaan straks praten met die mannen van een zekere leeftijd. En we gaan ook praten met een jonge dame rechts van ons... die morgen afscheid neemt op het CDA-congres na de ZAP-service.